Dag, lieve schatten van het vierde leerjaar. Dit is de zesde week sinds de paasvakantie. En zondag is het Pinksteren. Zondag vieren we Pinksteren. Het vervolg van Hemelvaart, waar de leerlingen van Jezus gevraagd werd om te wachten op de Heilige Geest die zou komen. Dit moesten ze doen voor ze verder konden gaan. Hoe dat ging, gaan we lezen. Kunnen we lezen en gaan we lezen in Handelingen hoofdstuk 2. Maar dat is een heel groot hoofdstuk om zomaar eventjes te lezen. Dus we gaan het opdelen. En we lezen vandaag het begin in Handelingen hoofdstuk 2, vanaf vers 1 tot en met vers 13. Ja, jullie weten ondertussen ook al, als je het ergens anders opzoekt, hoe je handelingen moet vinden, want dat heb ik vorige keer uitgelegd. Handelingen, hoofdstuk 2. Het vijfde boek van het Nieuwe Testament. Goed. Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen. Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niks van, want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal. Iedereen was erg verbaasd en zei: "De mensen die daar praten komen allemaal uit Galilea. Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten, anderen komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal. We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet." De mensen snapten er helemaal niets van en ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze vroegen aan elkaar: "Wat betekent dit toch allemaal?" Maar anderen lachten om de gelovigen en zeiden: "Die zijn gewoon dronken." Tot daar, voor vandaag. Ja. Nu, als je een andere vertaling hebt thuis, zelfs al is het een andere Nederlandse vertaling, dan is het leuk om dit stukje te lezen, want dan worden al die landen opgesomd. En ik vind het altijd zo grappig, want dat zijn allemaal namen zo van landen en van mensen die eindigen op eten. Precies alsof het allemaal bietenkwieten zijn. Hè? Ja. Oké, we gaan eens zien, want daar hoort natuurlijk ook een opdracht bij. De leerlingen hadden geluisterd en gewacht op de Heilige Geest. Stel je voor dat ze dat niet hadden gedaan en zomaar meteen over Jezus waren gaan vertellen. Zou het evenveel mensen bereikt hebben? Nu konden ze veel meer mensen bereiken, omdat de Heilige Geest hen hielp om voor veel verschillende mensen tegelijkertijd verstaanbaar te zijn. Jouw opdracht, als je kan, want dit is een moeilijkere om thuis te doen, want je moet er internet voor hebben. Dus het kan op een gsm van de ouders misschien, of op tablet kan je het ook, en op de computer kan je het ook, maar je moet naar Google Translate gaan. En dat heb ik ook op de pagina gezet. En dan moet je eens proberen vandaar een zin in het Nederlands te typen en deze te vertalen in een andere taal. Dan klik je op de pijltjes en vertaal je het weer in een andere taal. Doe dit een paar keer
met elke keer een andere taal en vertaal nadien terug naar het Nederlands om te zien wat er staat. Ja, en hoe meer talen, hoe meer gekke en verschillende talen je gebruikt, hoe vreemder het resultaat vaak zal worden. Ja? Ik heb een voorbeeldzinnetje ingetypt en ongeveer 10 keer vertaald. Ja? Ook naar talen met een ander alfabet, zoals Chinees en Japans en Hebreeuws. Ja, en naar talen die minder bekend zijn, minder populair zijn. Ja. Mijn zin die ik geschreven had was: Meester Nikolai eet graag pizza en speelt graag op de ukulele. Uiteindelijk, na 10 vertalingen, als ik het terug naar het Nederlands vertaalde wat daarvan geworden was, stond daar: de eigenaren van Mikola eten graag pizza en spelen ukul. Dat klopt niet, hè? Gelukkig is de Heilige Geest niet Google Translate en kan die perfect vertalen. We kunnen zoveel meer met de hulp van God in ons leven dan we alleen kunnen. Schrijf jouw zin en wat die geworden is neer op de lijntjes die ik geschreven heb. Ja? Dus als je kan, doe je deze opdracht. Als het niet kan, dan is het zo. Ja? En als je zin een beetje te veel op hetzelfde, nog altijd hetzelfde lijkt, kan je proberen van het nog een beetje meer te vertalen. Hè? Wie weet, als je al die talen gebruikt die daar staan, wat er dan zou uitkomen. Hè? Goed. Veel succes. Zalig Pinksteren. En tot volgende keer. Dag.